Goedemiddag, dames. Goedemiddag. Ik ben mijn atelier hier gestart. Ik heb Jesse in mijn atelier leren kennen. En het klikte meteen. En toen zijn we een samenwerkingsverband begonnen. En dat hebben we Zoesters genoemd. Zoesters. Dus een beetje zo. Daar is een naam eigenlijk door ontstaan. En het is fantastisch, de samenwerking. Dus het is helemaal top. Dat is heel goed. Ja, en dan even van mijn beeld. Want we zaten net al een klein beetje te kletsen. En wat ik erg leuk vind. Jullie zijn allebei beslist niet Zeeuws. Maar jullie zijn inmiddels wel helemaal verknocht aan Zeeland. En, Laten we even beginnen bij jou. Wie ben je en hoe ben je hier beland in Middelburg? Ik ben Jesse Hillebrand. Ik ben docent beeldende vorming en ontwerper. Ik ben hier 4 jaar geleden ongeveer voor het eerst in aanraking gekomen met Middelburg. Omdat mijn vriend hier een hele leuke baan kreeg. En na 1,5 jaar, 2 jaar heen en weer reizen was ik zo verkocht aan Middelburg. Dat ik mijn baan in Amsterdam op heb gezegd en hem achterna gereisd ben. En nu wonen we hier. Wie ben jij en wat jij klinkt zacht, zoet, Vlaams. Ik klink heel zacht. Maar je woont al wat langer in Nederland, hè? Ja, ik woon nu 19 jaar in Nederland. Groningen eerst en nu in Zeeland. Meer dan 10 jaar, 12 jaar. En ik vind het fantastisch. Ja? Ik heb eerst in Middelburg gewoond, nu in Grijpskerk al jarenlang. Ja, geweldig. Ja. Echt een heerlijk boerendorp. Ja. Best veel mensen barbecues houden, burenbarbecues 2 keer per jaar. Dus dat is, en binnenkort is het weer grieps, ga je daar ook naartoe? Ja, weer grieps. Of, dit jaar ga ik niet, want ik ga op vakantie op dat moment. Okay. Maar ook altijd leuk. Ook altijd een heel evenement. Dat is mijn buurman trouwens. Ja. Oh, kijk, ja. Grieps, ja, dat is goed, hè. Ja. Hey, jullie zitten dus goed in Zeeland. Maar wat doen jullie nu precies? Want het is keramiek, hè? Of doe ik het dan te kort als ik zeg het is alleen maar keramiek? Of wat is de... We maken interieurobjecten, kunstobjecten en urnen en gedenkobjecten van keramiek. Maar dan wel als uitgangspunt dat het een designvoorwerp is. En als we er bijvoorbeeld een urn van maken, dan is dat vooral omdat het iets moois moet toevoegen aan je interieur. Ik doe met name het ontwerpproces. Mijn achtergrond is echt ontwerpen. Ik ben grafisch ontwerper, fotograaf. Dus je ziet mij heel veel met mijn iPad schetsjes maken, dingen doen. Ik kan wel even wat laten zien. Wat is dat bijvoorbeeld voor? Daar valt inderdaad gelijk mijn oog op. Wat is dit voor object? Het is puur interieurobject. Dus hij is gewoon bedoeld om in je huiskamer als kunstobject neer te zetten. Maar... je zou er dus ook een urn van kunnen maken. En dan maken wij een speciale opening erin. En alle dingen die nodig zijn om hem te vullen als urn. Ja, en dat zit er bijna 1,5 dag in de oven. Dus het is heel moeilijk om te zeggen, het is precies zoveel tijd om het te maken. Ja, maar de ontwikkeling van het product zelf kost een paar maanden. Ja. Wij zijn vanaf het allereerste idee wat er is, totdat het eerste product klaar is... verschilt een beetje, maar tussen de 2 maanden en 1,5 jaar per product zijn wij bezig om een nieuw ontwerp te maken. We hebben heel veel passie samen, zoals het lesgeven en creatief zijn. Maar we denken ook echt totaal anders. Ja, nou, dat is elkaar aanvullen. Ja, dat is geweldig interessant. Dan ben ik altijd benieuwd wat zij ervan vindt, want dat prikkelt mij weer ze van om anders te gaan denken. Ja. Wat ik denk, dat weet ik al. Dat vind ik niet meer zo interessant om erover te hebben. Maar ik vind het echt super interessant. Ja, het is 20 jaar dik ontwerpervaring en dik 20 jaar keramiek ervaring. Waardoor we allebei iets kunnen maken wat we zonder elkaar niet zouden kunnen. Precies. Nou ja, dat is mooi om te horen. Dus we hebben een passie voor het lesgeven. Dat is toeval dat we dat allebei ook doen. Maar daar zit een passie van ons. We zijn even oud, dat is ook nog even heel oud. Zullen we heel even beneden nog kijken naar wat thuis staat? Daar zag ik een hele diversiteit net. Ja, okay. De grootste, daar valt ook echt het eerste mijn oog op, die vind ik echt prachtig. Maar dat is dus ook zo'n object wat jullie samen hebben ontwikkeld. Ja. En is daar nu ook een lijn van? Of is dat... Het is nu nog de enige, dus je hebt een primeur te pakken. Dit is de eerste die we nu gemaakt hebben. Zijn we even mee bezig geweest. Uiteindelijk is die 6 keer erover in geweest. 1 keer voor de klei en 6 keer voor de glazuur en de effecten die we ervoor wilden hebben. Maar we zijn er heel erg blij mee. Er komen veel goede reacties op. Ja, zeg maar. We willen zeker die vorm verder gaan uitbreiden, zeg maar. Het is meer een gevoel vanuit waar wij werken en als mensen ernaar vragen, leggen we het uit. Je ziet veel ronde vormen. Half ei of juist een open gebarsten bol. Zoiets. Deze is wel oorspronkelijk echt ook helemaal als urn bedacht in de binnenste bol.
dan doen we de, daar gaat de as in, zeg maar. En dan een open bescherming, zeg maar, er omheen. Maar kijk, daar heb ik dus ook nooit over nagedacht. Dat steeds meer mensen, of dat weet ik ook helemaal niet, maar heel veel mensen laten zich cremeren. Maar kom je dan in een ding van, nou, we hebben 5 urnen, meneer, mevrouw, kiest u maar? Of kan je dan inderdaad, hoe werkt dat dan eigenlijk? Dat weet ik helemaal niet. Nou ja, het ding is wel, ons uitgangspunt, oh, je moet onderaan. Maar als er net is, iemand is overleden, denk je er niet zomaar aan van, nou, ik ga even zoesters bellen, hebben jullie nog een mooi urntje staan? Dat denk je toch niet aan, of wel? Nee, we zijn wel heel goed bereikbaar via onze website, waar wel alle informatie op staat. En voor ons was het wel heel belangrijk dat de urnen niet als een urn uitzien. Ja, ja, ja. Dat het meer vanuit een kunstobject is wat je ook als een urn kunt gebruiken. Dus 80-90% van onze producten kunnen we ook ombouwen tot een urn. Ja, 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 ja. Dus we zijn eigenlijk design-interieurobjecten die we maken, maar het gaat er vooral om dat het een interieurobject is wat je als urn kunt gebruiken. Je hebt even de tijd. Als je een familielid bijvoorbeeld overleden is, dan heb je sowieso een wettelijke wachttijd van een week, dat is natuurlijk heel kort. En dan gaat vaak een uitvaartondernemer aan jou vragen, wat wil je? Ja, ja, ja. En dan krijg je, als je dat zou willen, de as mee in een koker. En wij kunnen dat eventueel voor jou omzetten in een van onze urnen. Maar we kunnen ook onze urnen naar de uitvaartonderneming sturen en dat zij zeg maar de urn voor je vullen. Hey, en dit dan, want dat is dus dat is helemaal jouw business en jouw werk. Maar ik vind deze ronde dames en heren, die vind ik wel heel leuk. Dat is ook een heel verhaal. Ik maak ze al echt een aantal jaren, ook toen ik nog in Grijpskerken zat met mijn atelier. En toen heb ik ze gemaakt en toen ze vielen echt in trek bij mensen, dus ben ik ze blijven maken. En ik heb ze ook een paar keer als relatiegeschenk voor bedrijven gemaakt. Maar ze blijven populair nog steeds. Het wordt ook heel veel nagemaakt, dus ik ben wel heel erg gevleid dat ze mijn product willen namaken. Zeeuwse liefjes, liesjes. Dat zijn Zeeuwse liesjes, ja. Annelisjesdag. Ik geloof niet. Nou, dat is wel goed. Dan dank ik jullie hartelijk voor jullie tijd en tot de volgende keer. Leuk dat je er was.